En als jullie Netflix hebben, is het heel raar bij ons op Netflix. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb net gedoucht en aangekleed. Ik heb deze jurk vandaag aan, die is van Envy. Mijn schoenen, dat zijn deze. En ik heb altijd moeite met richten. Die zijn van Geox. En mijn Michael Kors tas erbij, die is nog leeg. Die ga ik zo even beneden vullen. We hebben straks een verjaardag. En eerst zijn we nog even in huis van alles aan het doen. Ik ga nu even met Sarah alle cadeautjes inpakken. Maar mijn broertje is natuurlijk zo jarig en daar gaan we heen. Zo jarig? Of ja, hij viert zijn verjaardag dan. Ja. Dat klopt, want hij was maandag jarig. Maar moet de poster niet opengemaakt worden? Nee, dan is hij niet meer zo makkelijk in te pakken. Grappig, nee. Sarah, die speelt altijd Pokémon met mijn broertje. Hè? En dan heeft ze allemaal Pokémon dingen voor hem gespaard. En dat gaat ze hem geven voor zijn verjaardag. En ik heb een Minion voor oom gemaakt. En je hebt een Minion. Die had ze natuurlijk pas gekleid. Dit is een Pokémon poster. Die zit vast. En een Pokémon kaart. Ze heeft een Pokémon kaart. En een Pokémon kleurplaat gekleurd. Oh, en dan dacht ik, doen we even deze hier omheen rollen. Omdat dit ook gerold is, dan komt hij wat mooier door. Kijk, zie je, dat is wel slim toch? Ja. En dan moet deze knippen. Dan heb je daar... Nee, niet tot daar. Ja, wel toch. Waarom alleen de poster? Nou, omdat die kaart moet je anders inpakken, anders komt het niet mooi door. Vertrouw mama. Mama weet echt wel dingen. Je vindt dat leuk, hè? Dat ik kan knippen en niet knippen. Kijk, want als ik dan dit, dan knip ik hem hier. Nou, hier een stukje over. Waar je de kaart heel mooi in kan pakken. Dus dat is wel cool, hè? Vind je dat een goed idee? Ja. Ik kan deze heel makkelijk. Ja, dan kan je het beste ook eromheen rollen. Zal ik deze dan voorzichtig voor je doen? Want dit is wat moeilijker. Ja, natuurlijk ook niet. En kijk, dit is een mini cadeautje nu. Dat is wel heel leuk. En je mag het nog je kaart schrijven, hè? Want je wil met oom naar... Jumpxl. Ja, dat heb je zelf verzonnen al een hele tijd geleden. En dat vond ik echt heel leuk. Dan kunnen we samen lekker springen en gek doen. Even zo, een plakbandje. Zo, cadeautje 1. Mag jij maar deze? Ik pluk me niet zo goed dan. Lukt het je niet zo goed? Nee. En dan doe ik alleen het plakbandje door, want voor de rest heb je hem al eigenlijk helemaal goed. Zo, dat is cadeautje 2. Maar dan... deze is echt zo mini. Ja. En ik heb hier een doosje even voor gevonden om hem even in te doen. Kijk, ze heeft deze pas gemaakt. Hij is dan niet helemaal scherp, volgens mij. Ik kan hem even vasthouden. Hier zit ook een armpje op, maar ik vind hem echt heel cool. En hij heeft zo zijn armpje... Heel voorzichtig doen, hoor, schat. Want hij is... Weet je waarom hij zo zijn armpje... omlaag heeft dat hij niet valt. Ja. Bij oom. Hij is nog een beetje omlaag. Ja, ik voelde het. Echt kijk. Heel, ja, echt heel raar, want hij ligt echt al een paar weken. Kijk, ik heb een mooie kleur. Ja. Die kunnen we wel aan de doos doen, toch? Ja, doen we het wel aan de doos. Heel goed voor... Ga ik hem even voorzichtig... Ik doe hem heel voorzichtig zo. Eerst aan mijn vinger. En ik doe hem even heel voorzichtig hier aan. Dan doe ik hem zo rollen. Heel voorzichtig in. Oh, iemand aan de deur. Nou, gaan we verder. Deze heb ik ondertussen in noppenfolie in een doosje heel voorzichtig gedaan. Nee, dat is te weinig. Schatje, het komt goed. Mama pakt al heel lang cadeautjes in. Dus ik ben wel wat gewend. Zo, die zit erin. Dan heel voorzichtig. En dan doe ik het heel goed, netjes vouwen. Hij zit scheef. Dus even hij zit er. Nee, dat hoeft niet zo. Kijk. Deze doen we er zo op en dan kan je daar plakken, ja. Zo. Met heel voorzichtig. Deze is echt zo moeilijk. Ook moet alles wel voorzichtig. Doe maar hier in het midden. Gewoon zo over beide. Ja, perfect. Dan zit hij heel goed. Wat ik het je geleerd, weet je toch? Is het zo. Zo vouwen en dan de... hoekjes inderdaad. En dan kan je hem omhoog houden.
Ja, doe maar. Kom, mag ik u plakken? Goed zo, wat heb je dat netjes al gedaan? Hier kan je hetzelfde doen. Mag ik hem plakken? Ja. Zo, goed hoor. Heel goed. We hebben nog een cadeautje, toch? Nee, je hebt de poster en de tekening, de kaart. Dit heb je gemaakt. De kaart schrijven. Ja, mag je kaart gaan schrijven. Dat wilde ik inderdaad gaan doen. Kijk hoe schattig deze is. Ik ben helemaal ondersteboven van jou. Ja, die heb je voor omgekozen. En ik vind het zo'n schattig katje. Ja, en wat ga je erop schrijven? Weet je het al precies? Oom, ik ga met jou naar JumpXL. Ah, wat lief. Deze kleine draak even omkleden. Mama, waar gaan we naartoe? Naar jouw oom. Ooms feestje. Ja, en je hebt er zo zin in, hè? Ja. Je loopt de hele tijd te stuiteren dat je er naartoe wil. En ik heb een stukje Marvel Clips gekeken. Ja. En als jullie Netflix hebben, is het heel raar bij ons op Netflix. Hij heeft de plaatjes veranderd, hè? De weergave. Ja. Maar dat doet Netflix wel vaker. En ik heb mijn laptop meegenomen, want ik was aan het backuppen. Maar hij gaf problemen. Ik denk nou... Oranje. Ja. En dan zet ik hem gewoon even in een andere kamer. En dan ga ik gewoon af en toe tussendoor kijken, want het irriteert me mateloos. En ik kon het niet loslaten. Geef mij je oom. Dit is het eerste. Het eerste. Maar je moet alles voorzichtig openmaken. Voorzichtig. Want dingen kunnen allemaal kapot. Ja. Alles letterlijk wat je van Sarah krijgt kan kapot als je het niet goed openmaakt. Mm. Oh, ze maakt snoepjes zo open, die krijg je al in je mond geduwd zo. Ah. Die gaan in haar mond zo even, moet ik. Nee, deze snoepjes vind ik echt niet lekker. Oké, nou maar goed dat ik ze wel lekker vind. Ja, ik ook. Wat heb jij voor mij lopen kleuren? Ik heb ook een mondkleurplaat. Zo, die is mooi. En dadelijk ga je het zeggen en dan mag je de kaart voorlezen. Oké. Hier zitten allemaal Pokémon-kaarten aan. Zo. Kijk, dit zijn allemaal Pokémon-kaarten. En er zit nog eentje bij die jij ook krijgt. Oh. En dan snubbel maar dan... deze. Ja, juist. En hij geeft ook een hele mooie kleur. Kijk, zie je dat? Zo. Voorzichtig. Ja, echt heel voorzichtig. Heel voorzichtig. En hij is zo geplakt dat je de doos niet hoeft om te draaien. Oh. Het hoeft de doos niet. Het is een kleurmerk. Het zit hierin. Hier, een kleurmerk. Heel voorzichtig, oom. Dit is een minion. Zo, die heb jij gemaakt? Ja, een minion. Die moet zo gespoten worden, zeker dan. Oom? Ik? Zeg, laat oom eens. Ik, Mickey Loreland. Nee! Wat staat niet er? Deel? Nee.
Oh. Ik. Ik. Letter staat iets omhoog. Ga. Oh, ga. Met. Jou. Laat oom eens naar. Laat oom eens zelf. Oh, je gaat met mij naar Jump XL. Ja. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Lijkt me leuk. Oh. Ik ben helemaal ondersteboven van jou. Ja, want ik... die was aan het springen en toen ging die ondersteboven. Nee, ik ben helemaal ondersteboven van jou. Oh. Snottewel. Snottewel. Zeg maar. Ik geef jou wel vuurwerk. Ik ook. Jij ook. We zijn Monopoly Junior aan het spelen. En Katie is er nu ook. We've got Chinese. Zo lekker. Moet jij bij mij zeggen wat ik moet doen, hoor? Want ik weet het. Ga je hele opa helpen, Sarah? Allemaal eten en daar mag je uit kiezen. Oh, meid. Zittend ben je af, hè? Je moet met je... Ja, hart was af. Dat was snel. Dit is makkelijk. Rechtervoet op groen. Sarah, je mag je voet wel draaien, hoor, je linker. Als je maar niet optilt. Linkerhand op rood. Hij wil gewoon dat ik er ook mee heen ga. Anders is het spel niet leuk als je het niet lastig maakt. Bij mij is het heel moeilijk, hè? Ja, bij jou is het heel moeilijk omdat je kleiner bent. Rechterhand ook op rood. Hoi, hoi. Omgeduwd worden ben je niet af. Ik sta wel lekker chill. Nee, ja, jij staat lekker chill. Nee, ik word geduwd hier. Nee, ik mag niet. Sorry. Op één been. En verder moet ik de grond mee aanraken. Ja, ik wel. En je mag hem pakken. Sarah, nee. Ik wil ook zo. Omis. Dit is te makkelijk, hè? Ik heb nu één. Maar je kan hem dus ook in de breedte vouwen, hè? Dit was in de lengte. Jij mag ook. Op één en rustig, Sarah. Ja. Maar ik mag nog een keer. Nou, je had hem voordat je om. Nee, maar je moet echt opstaan. Ja, ik vond het wel heel knap. Ja. Nou, mam, nu jij. Nee, ik nog een keer. Oom was ook twee keer. Niet te dicht bij de tafel, want ik zie jouw hoofd zo tegen de tafel. Wauw. Goed zo. Maar dit is nog te makkelijk. Staat er niet. Dit is nog te makkelijk, hè. Dan gaan we moeilijker. Oké. Ja, dokter Blas is er, hè? Ja, ik heb geen Blas. Nee, dit is dokter Bibber. Ja. Ik kan het wel gewoon. Ja, jij wel, maar je zit niet dichter bij de grond. Maar Sarah. Nou, het scheelt maar een klein beetje. Nee, ik moet echt niet. Sarah. Kan mama het? Mama? Nou. Ja. Ja. Ik duwt hem ook weg. Nou, misschien willen andere mensen nog, of willen niet, maar stiekem van binnen toch wel. Ja, papa wil toch ook nog wel. Daar heb ik het over gehad, hè? Van nee, wordt het leven niet interessant. Papa, jij bent. Gaat niet lukken. Maar ja, het is wel erg. Kelly is ook nog niet geweest. Papa's schuld! Nee, dat deed je zelf. Nee, dat ben jij! Nee, jij blaast de mom, hoor. Papa blaast de mom, het is niet jouw schuld, Kelly. Mom ligt nu. Nu ben ik zat. Het is persoonlijk geworden. Kotkop. Kelly de rest van de nacht nadat ze thuis is in de kamer. I can't do this. Wacht. Wacht, jij wacht al heel de tijd, Kelly. Ik wacht al zo lang. Yeah! Net thuis gekomen, het is al best wel laat. Sarah ligt op bed. Marcus is nog heel even boven bij Sarah. Dus ik gooi even snel nog de computer aan, even wat doen. Ik heb wel die backups afgekregen, daar. Want we hebben het probleem opgelost gelukkig. Dus dat was wel heel fijn. En tv staat echt hard trouwens. Ik denk net, wat duurt het lang voor Marco naar beneden komt. Ga kijken, ja hoor, of hij is slaapgevallen op bed. Dus, nou, dan heb ik een avondje alleen. Ik heb wel niet al geëdit. Nu even tijd. Zo, ik ben heel veel herrie. Het gaat niet zo fout als dat het klinkt, maar... Het gaat ook niet helemaal zoals het moet. Ik heb best wel hoofdpijn alleen, dus ik heb net wat ingenomen. Ik hoop dat het zo even wegtrekt. Anders ga ik naar die thee naar bed. Maar ik heb echt even dorst nog. En dan kruip ik erbij. Sarah die mag altijd één dag in de week in ons bed slapen. Meestal op vrijdag, maar gisteren werd het hem niet. Dus
Het ligt nu gezellig ook in ons bed. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.